Ja, dat is nadeel als je hier zit. Dan moet je als eerste je vraag beantwoorden. Ja, hoeft niet hoor, aan de andere kant. Nee, want dan ben ik mijn brug kwijt. Dat, ik weet hoe dat werkt bij u. Nee, dat is in het algemeen zo. Maar ik zal, ik heb wel twee vragen. Ik zal er één stellen. Ja, we zien wat we al wisten. De auto is en blijft heel belangrijk voor mensen. Maar die auto kunnen hebben betekent dat je hem ook moet kunnen parkeren. Nu gaat deze regering heel veel huizen bouwen zonder parkeerplaats en zonder parkeervoorzieningen. Net zoals Amsterdam, die wil daar vanaf. En als ik het goed begrijp, zullen vooral de lage inkomens dan steeds moeilijker werk kunnen vinden, bijvoorbeeld. Klopt die redenatie die ik hier zeg? En dan gelijk mijn tweede vraag. Ja, bereikbaarheid van ziekenhuizen, bijvoorbeeld per fiets of OV. Ja, ik denk de meeste keren, ik ben ook wel eens naar een ziekenhuis moeten gaan. Dan heb je misschien last van je been of van iets. En als het regent, je gaat dan niet op je fiets een half uur door de regen naar een ziekenhuis als je al niet lekker voelt. Dus hebben jullie rekening mee gehouden? Of in de nachtelijke uren, dan rijdt er helemaal geen OV. Het is gevaarlijk op de fiets, je ziet niks. Oudere mensen moeten naar het ziekenhuis. Dat is natuurlijk een hele rare vergelijking, maar... Dus het gemak van de auto, kan ik mijn boodschappentas in mijn auto zetten? Kan ik, of moet ik op de fiets met zware spullen? Dat gaat allemaal niet. Hebben jullie daar ook rekening mee gehouden? Dank u wel, meneer Matlener. Dan kijk ik naar de heer Bastiaans. Gaat u gang. Dank u wel voor de vraag. Misschien om met de laatste vraag te beginnen. We hebben ervoor gekozen om vooral de verschillen in bereikbaarheid per vervoerswijze te laten zien. En uiteraard, in veel gevallen zal het met openbaar vervoer of fiets niet mogelijk zijn. Maar goed, dat ging met name om de patronen in beeld te brengen. De eerste vraag, is die auto belangrijk en dan met name voor lage inkomens? Kan ze zijn. Aan de andere kant, lage inkomens wonen ook vaak. Zijn vaak woonachtig in sociale huisvesting. In grote steden, middelgrote steden. En daar kun je vaak je auto amper kwijt. De kosten voor het brandstofgebruik bijvoorbeeld zijn flink gestegen. Dus je hebt niet alleen de aanschafkosten, maar de gebruikskosten, onderhoudskosten en dergelijke. Dus heel vaak zie je dat een auto geen mogelijkheid is. Ik heb het figuur hier niet in opgenomen, maar je ziet dat 65% van de lage inkomens geen auto heeft. En in veel gevallen zal dat ook lastig zijn om die te kunnen hebben. Dus die zouden juist baat kunnen hebben bij investeringen in OV en fiets bijvoorbeeld. Een verhelderende vraag van meneer Matlener. Ja, want u zegt net vooral de lage inkomens hebben baat bij een betere bereikbaarheid. Als nu de bereikbaarheid van juist lage inkomens afneemt, omdat die in die steden moeten wonen zonder parkeerplaats, dan zou je natuurlijk ook kunnen zeggen, dan zullen zij dus ook het meeste last hebben van de afname van mobiliteit. Dat is dezelfde redenatie, maar dan omgekeerd. Dat klopt toch? Nee, Bastiaans. Dat klopt inderdaad, ja. Maar die hebben vooral denk ik last gehad van de afname van openbaar vervoer en fietsmogelijkheden naar bedrijventerreinen bijvoorbeeld. Ja. Oké, dank u wel. Ja.